Dag dames en heren, er is sprake van een weeralarm. Code rood gaat vanaf middernacht in vanwege sneeuw, maar ook de aantrekkende oostenwind en het risico op ijzel. Op dit moment zit de koude lucht al in het noorden van het land. Daar liggen de temperaturen rond het vriespunt. In het zuiden is het op dit moment nog een graad of zes boven nul. En de koude lucht die gaat heel langzaam maar gestaag terrein winnen. En de zachte lucht die wordt langzaam uit ons land verdreven. Voor vanmiddag staat er al af en toe wat regen op het programma. Want in de nog wat vrij zachte lucht valt gewoon regen. De meeste buien in het westen trekken de Noordzee op, maar we zien hier boven het zuidoosten al een eerste stuk van het regengebied, wat vanuit het zuiden dichterbij komt, maar vervolgens botst op de koude lucht die vanuit het noorden terrein gaat winnen. En dat betekent dat de neerslag in onze omgeving overgaat in sneeuw. In de loop van zondag wordt het wat droger, maandag kan er ook af en toe nog wel wat sneeuw vallen en we zien de hoeveelheden. In het uiterste noorden valt het mee, in het zuiden van Limburg lijkt duidelijk minder sneeuw te vallen. Maar in een groot deel van Nederland ligt er uiteindelijk later op zondag en op maandag tussen de 10 en 20 centimeter sneeuw. En boven Duitsland wordt zelfs nog wat meer sneeuw verwacht. En het is niet ondenkbaar dat ook in Nederland lokaal nog net wat meer sneeuw gaat vallen op een enkele plek. Heftig weer dus, vandaar code rood. Wat verwachten we? Vanmiddag is er nog weinig aan de hand. Het is op de meeste plaatsen bewolkt, een beetje regen kan er nog vallen. Temperatuurverschillen dus van noord naar zuid en een wat aantrekkende oostenwind. En vanavond dan gaat het in het zuiden regenen. Maar als die neerslag wat verder naar het noorden trekt, gaat het over in sneeuw. Want daar dalen de temperaturen al later vanavond tot onder het vriespunt. En vannacht dan sneeuwt het in het hele land. Alhoewel, het uiterste noorden zou nog wel eens lange tijd droog kunnen blijven. Temperaturen zakken tot onder het vriespunt. Alleen in Limburg valt er nog af en toe wat regen of natte sneeuw. En met name in het midden van Limburg en het zuiden van Brabant is er ook nog kans dat er enige tijd ijzel gaat vallen. Regen bij temperaturen onder het vriespunt. Morgen blijft die sneeuw nog lange tijd doorgaan in de loop van de namiddag en avond. Wordt het dan vanuit het zuiden voorzichtig wat droger. Temperaturen liggen ruim onder nul en er staan nog altijd een hele forse wind uit oostelijke of noordoostelijke richting. En dat betekent dat in grote delen van Nederland de sneeuw flink gaat verstuiven. Vandaar dus code rood vanaf middernacht.